Hallo, hier zijn we terug met misschien wel het belangrijkste onderwerp vandaag. De loodzitting. Hoe gaan we te werk voor onze loodzitting? Heel eenvoudig. Vissen op commercial. Eén belangrijk punt. Hou het zo eenvoudig mogelijk. Probeer met alles, zowel je voerstrategie, je pellets, je lood, altijd zo eenvoudig mogelijk te houden. Ik persoonlijk, als we terug gaan vissen op commercials, ga ik altijd werken met vierkantig lood. Vierkantig lood, ik gebruik die van funfishing, shooters. Meestal, laten we ons zeggen, tussen nummer 6 en nummer 13. De meest hoofdzakelijke nummertjes dat ik gebruik zijn 19, 11 en 12. Komen we later op terug. Waarom gaat mijn voorkeur naar de shooters? De shooters vind ik persoonlijk heel goed lood, heel zacht lood, mooie inkeping, maar vooral elk loodje dat in het doosje zit, is effectief het juiste gewicht. Ik heb vroeger al voor gehad met ook vierkantig lood, dat we bijvoorbeeld een nummertje 9 pakken, is misschien meer een nummertje 8 of misschien meer een nummertje 10. Vind ik persoonlijk onhandig om mee te werken. Ik gebruik meestal ook dezelfde dobbers, dus ik weet, oké, een dobber van 0,3, dan gaan bij mij bijvoorbeeld 6 negentjes aan of 4 achtjes of dergelijke met een klein loodje bij. Dus terzijde, shooterslood, heel gemakkelijk, in tubetjes. Dan komen we terug op de loodstelling. Ik heb al een touwtje geknoopt, onderaan mooi lusje, bovenaan de loodjes. Even drinken. Waarom gebruik ik vierkantig lood in plaats van rondlood op een commercial? Trouwens, rondlood gebruik ik altijd op openbaar water, brasenvisserij. Ga ik altijd met rondlood werken. Maar op de commercial op Kerper is altijd vierkantig lood. Het voordeel van dit lood, als het zakt door het water, geeft altijd minder weerstand als dat je bijvoorbeeld met rondlood zou werken. Gaat veel rapper naar de bodem zakken, de kans op een aanbeet zal veel groter zijn. Je gaat directer contact krijgen met de vis in plaats van met rondlood. Rondlood gaat altijd iets meer weerstand geven bij het zakken naar de bodem. Waarom ga ik dan terug voor die vierkantig lood? Meestal, zoals je hier kan zien, staat al mijn lood altijd in bulk. Waarom zou ik werken in bulk? Bulk heeft het grote voordeel, het zakt naar beneden en je gaat het rapste kans, als je een bodemvisserij wilt doen, ga je het rapste de aanbeet krijgen op de bodem. Alle tijd dat je verliest tussen het zakken naar de bodem toe, is bij mij tijdsverlies. Opgelet, dit is wel voor een visserij op de bodem. Waarom vind ik het nog zo belangrijk om met vierkantig lood te werken? Ik hoop dat jullie goed kunnen zien. Vierkantig lood kan ontzettend veel en ontzettend rap verschoven worden. Zeg je, oei, de vis zit niet meer 100% op de bodem en je hebt de mogelijkheid om bijvoorbeeld toch half water te gaan vissen, maar echt ondiep zit de vis niet, kan je perfect je lood gaan verspreiden en kan je misschien een vis gaan vangen tijdens het zakken van je voeraas. Heel belangrijke afstelling met gespreid lood is volgens mij ook voor het vissen op F1. Normaal gezien in België, op kerpers of dergelijke, heel eenvoudig, we komen eventjes terug. Alles in bulk, denk voor mij, gewoon de beste oplossing, de simpelste oplossing, kan je weinig verkeerd mee doen. Belangrijk daarbij ook, ik zet altijd nog meestal een klein loodje bovenaan. Waarom zit die niet onderaan en bovenaan? Zoals net gezegd, de loodjes hebben nog wel de kans om te verschuiven. Moest dit loodje onderaan gaan, gaat waarschijnlijk elke keer het loodje terug tegen de onderlijn komen. Voilà, ik hoop dat ik met deze korte uitleg, hou het zo eenvoudig mogelijk. Probeer vierkantig lood te gebruiken. Vierkantig lood, heel gemakkelijk te verschuiven. Je kan in principe alle posities gaan doen. Gespreid bij elkaar, alle mogelijkheden erbij. Dus mijn voorkeur voor commercial vissen, altijd vierkantig lood. Hebben jullie toch nog bepaalde vragen, willen jullie toch nog meer weten over bepaalde loodposities, bepaalde afstanden of dergelijke? Zoals jullie weten doe ik ook coachings. Voor meer in detail te gaan, kun je altijd bij mij een coaching boeken en kun je nog meer in detail gaan over de loodzetting. Maar onthoud goed vandaag, gewoon in bulk, 90% van alle opties, ideaal voor te vissen op een commercial. Dank je.